bij Meijerijstad Vitaal. Voor degene die mij nog niet kent, zal ik me even voorstellen. Ik ben Sophie en ik ben leefstijladviseur van de gemeente. In deze reeks doe ik mee om u mee te nemen op het gebied van leefstijl, ontspanning kunt u aan denken, maar ook wat praktische tips of oefeningen. Wat heeft u vandaag nodig? Eigenlijk een stoel of een bank waar u misschien al op zit. En dan mag u ontspannen in gaan zitten. Vandaag wil ik u meenemen in het stukje gedachten. En piekeren misschien ook wel een bekend woord. Dus dat er veel in uw hoofd omgaat. Terwijl een vol hoofd van allerlei gedachten die komen en gaan. En ja, wat helpt daar nou tegen? Helaas kunnen we geen knopje aan of uitzetten. Maar wat we wel kunnen doen is met mensen in onze omgeving over dingen praten. Of misschien iets opschrijven. Of lekker bewegen. Dus blijf vooral met ons meedoen. En om u ook nog een extra handvat mee te geven, wil ik met u een oefening doen. Wat u mag doen is gewoon nogmaals lekker ontspannen in de stoel gaan zitten. En dit is een oefening om te kijken hoe we bewust met onze gedachten kunnen omgaan. Dus u mag één hand op de borst, één op de buik leggen. En als u het fijn vindt, mag u uw ogen dicht doen. En anders houdt u ze open. Ik zal ze open houden. Observeer even de ademhaling. Gaat uw hand op uw borst op en neer of juist bij uw buik. En misschien merkt u op tijdens het doen van deze opdracht dat er al gedachten binnenkomen. En probeer die gedachten eigenlijk op denkbeeldige wolkjes aan u voorbij te laten gaan en weer te focussen op de ademhaling. En nu, als er een gedachte komt, ga dan eventjes na waarover de gedachte gaat, dus het onderwerp van de gedachte. Alleen dat en even de inhoud laten we even gaan. Dus bijvoorbeeld, gaat de gedachte over een dierbare van u, of over de plannen van de dag, of over de boodschappen die gedaan moeten worden. Echt alleen even thema en de rest maakt voor nu even niks uit en die laten we weer wegdrijven. Probeer telkens weer even terug te gaan naar de ademhaling. Dat is eigenlijk onze aandachtspunt voor vandaag. En gedachten mogen er zijn, maar probeer alleen even het onderwerp of het thema er te laten zijn. En misschien merkt u wel op dat u vaak een gedachte heeft over eenzelfde thema. Of over eenzelfde gebeurtenis. Of over eenzelfde persoon. Of iets wat al geweest is. Of iets wat nog komen gaat. De gedachte mag er zijn. En probeer er niet iets van te vinden, maar die weer als een denkbeeldige wolk weer voorbij te laten gaan. En de vragen die ik stel, hoeft u niet per se antwoord op te vinden. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat u het opmerkt of voor uzelf even bedenkt. Lukt dat niet, is het ook goed om weer terug naar de ademhaling. En ik wil de oefening afsluiten door even bewust stil te staan bij het nu, hier op de stoel, in de bank. Dus voel de rugleuning even, de zitting, uw billen waar u nu op zit. Mag uw handen ook best wel even losjes op de bovenbenen
leggen. Span de schouders. En als uw ogen dicht waren, mag u die ook weer open doen. En dan hoop ik dat u er iets aan heeft als u bijvoorbeeld gedurende de dag veel gedachten heeft of piekert of ergens heel veel mee bezig bent. Dan gaat u proberen alleen even het onderwerp te bekijken van de gedachten en daarna het als een wolkje voorbij te laten gaan. Oftewel even een afstandje nemen van de gedachten. Best moeilijke oefening misschien, maar ook dit soort dingen blijven we samen oefenen. Bedankt voor het meedoen en we zien u graag bij de beweging. Ik ga vandaag een gerechtje voor jullie maken. Ik noem het nasi. Maar dit gaat erin. Bloemkool. Dan denk je misschien, huh? Bloemkool? Ik ga namelijk een nasi maken. Het is geen traditionele Indische nasi goreng. Het is gewoon een lekker rijst-groentegerecht met lekker veel smaakmakers. Niet ingewikkeld, maar wel lekker heel veel groenten zitten erin. En er gaat dus ook bloemkool in. Maar er gaat niet in bloemkool heel in. Er gaat bloemkool rijst in. Kijk. Dat ziet er zo uit. Dan kan je kant-en-klaar kopen. Maar je kan het ook zelf maken in de keukenmachine. Heb ik al eventjes gedaan. Verder gaat er zilvervliesrijst in. Dus geen witte rijst, zoals je traditioneel misschien zou doen. Maar er gaat zilvervliesrijst in. En bij nasi is heel belangrijk dat dat afgekoelde rijst is. Dat bakt het lekkerste. Verder heb ik nu gekozen voor een nasi groente zakje. Maar het voordeel van die nasi is dat je er eigenlijk allerlei groenten in kan mikken die je nog in je koelkast hebt liggen. Als je wat champignons hebt, een stukje wortel, spitskool bijvoorbeeld, superlekker, een stukje witte kool, kan allemaal in die nasi. Wat ik je wil laten zien, wat de smaakmakers zijn van die nasi. Een uitje, charlotte heb ik nu voor gekozen. Klein stukje gember. Ken je misschien wel, zo'n wortel, kan je ook heel lekker thee van maken. Een pepertje, ik doe er nu een halve in, dat is maar net hoeveel je van pit houdt. En er gaan twee teentjes knoflook in. Nou, die ui die heb ik al eventjes gesneden. En dan ga ik nu heel eventjes de knoflook hakken en de gember. Ik maak eventjes de teen, die kneus ik een beetje en dan doe ik dat velletje er makkelijk vanaf. Maar eerst die gember. Die gember die moet je even schillen. Het is wel belangrijk dat die gember een beetje goed fijn is. Want anders is het niet lekker als je daar een heel groot stuk van in je eten hebt. Zo, ondertussen ga ik vast even wat olie in de pan doen. En wat belangrijk is bij Oosterse gerechten is dat je daar geen olijfolie voor gebruikt. Maar dat je een olie pakt die goed heet kan worden en die heel neutraal van smaak is. En ik heb er nu voor gekozen om rijstolie te gebruiken. Je kan ook zonnebloemolie gebruiken of arachideolie bijvoorbeeld. Als het maar een neutrale olie is. Nou, wat ik dan ga doen is even dat pepertje. Ik haal die pitjes, die haal ik er even uit. En pas heel erg op met die peper. Dat je niet dadelijk in je ogen wrijft. Wat een tip is, als je wil, kun je als je dus de neiging hebt om in je ogen te gaan, is een boterhamzakje even om je hand heen doen. En dan heb je daar geen last meer van. Ik ga er gewoon dadelijk heel goed aan denken dat ik mijn handen goed was. Dat zijn de smaakmakers. Gember, knoflook, uitje en een pepertje. Die gaan in de pan. En de gember en de peper doe ik er ook vast bij. Zo, dit gaat even lekker bakken. Niet te hoog vuur, maar mag wel even lekker bakken. Nou, ondertussen kun je dus die andere groenten snijden. Hè? Dus als je die spitskool hebt liggen, een stukje wortel, een stukje witte kool. En als dit even gebakken is, dan gaat ook de bloemkoolrijst er dadelijk bij. Nog even lekker aanfruiten. En dan ga ik de nasi groenten die ga ik erbij doen. Dan ga ik ondertussen heel eventjes wat selderij snijden. Dat is heel lekkere smaak maken voor in de nasi. Gebruik nu alleen het blad.
Die steeltjes die kan je ook bijvoorbeeld gebruiken voor in de soep, als je dat lekker vindt. Nou, ik breek een eitje in de pan. Dat weten jullie vast wel hoe dat werkt. Ik heb hier een pot satésaus. Gewoon een willekeurige pot. Eigenlijk zijn alle merken hetzelfde. Ik heb ze even naast elkaar gehad. En ik wil je even laten zien hoeveel suikerklontjes daarin zitten. Ik laat het even zien, hè. Tel je mee. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 suikerklontjes. Nou, hoe kan je dat nou zien op die verpakking? Want het is echt heel erg veel. 4 gram weegt een suikerklontje. Dus kijk even op die verpakking hoeveel op de ingrediëntendeclaratie. En daar kun je heel makkelijk zien hoeveel suiker erin zit. Ik ga dit gewoon wegleggen, want wij gaan het zo niet doen. Wij gaan heel makkelijk zelf een satésaus maken. En dat doen we als volgt. Ondertussen roer ik hier ook nog eventjes in. Dat eitje gaat goed. En dan ga ik hier ook eventjes de rijst. Dus de zilvervliesrijst doe ik hierbij. En de bloemkoolrijst. Dus het is een hele koolhydraatarme maaltijd. Je kunt er zelfs voor kiezen om alleen maar bloemkoolrijst te gebruiken. Ik vind het zelf altijd wel lekker als je toch nog wat rijst erbij doet. Maar je kan ook kiezen om alleen maar groenten te doen. Dus het gaat even lekker bakken nog. Dan gaan we de satésaus maken. Die satésaus die bestaat eigenlijk uit 4-5 ingrediënten. 100% pindakaas. Dat is een pindakaas. Die kan je gewoon bij het broodbelegschap kan je die kopen. En daar zit helemaal niks is daaraan toegevoegd. Dus echt puur pinda's. Gewoon als je zelf pinda's in een molen zou malen, dan krijg je ook dit. Die ga ik in de pan doen. Daar gaat wat melk bij. En alle hoeveelheden die kun je terugvinden op de website. Ik denk dat dit zo goed is. En dan gaat een beetje ketchup gaat erdoor. En ik doe er dadelijk nog een knoflookteentje doorheen. Dit ga je gewoon even roeren. En dan moet je ook even een beetje af en toe blijven roeren, want dat moet een egale saus worden. En wat ik hier ook nog aan toevoeg is een theelepeltje donkerbruine basterdsuiker. Dus dan zie je 1 theelepel wat ik erin doe versus die 21 klontjes in die hele grote pot. Dus daar zit nogal wat verschil in. Dit roeren we even goed door. Het eitje is ook lekker aan het bakken. Dan hak ik ondertussen ook nog een paar pindaatjes. Ook altijd wel lekker erbij. Ook al hebben we ook al pindasaus. Ik vind het toch lekker om daar nog wat pindaatjes bij te hakken. Ziet er ook altijd leuk uit. En lekker even een crunch die je er dan in hebt. Eens even kijken hoe het hier mee staat. Daar ga ik wat ketchup aan toevoegen. Nou, en wat we er straks bij gaan serveren is gewoon een kant-en-klare atjar. Dan kan je zo in een potje kopen. Je kan er ook natuurlijk zoetzure komkommer, als je dat lekker vindt, kan je erbij doen. En we serveren er kroephoek bij. En ik heb er nu voor gekozen om geen garnalenkroephoek te gebruiken, maar cassavekroephoek. Het is gewoon ook een hele lekkere kroephoek. En wat ik heel erg leuk vond, waar ik van de week achter kwam, is dat die ook veel minder zout is dan die gewone kroephoek. Die pindasaus is een beetje dun. Ik ga daar nog zeg maar net even welke soort pindakaas je natuurlijk gebruikt. Ik ga daar nog even een beetje pindakaas aan toevoegen. En dat teentje knoflook had ik er ook nog niet bij gedaan. Het is soms een beetje de balans vinden tussen hoeveel melk en hoeveel. Kijk, ik doe nou nog een scheutje melk erbij. Dan komt dat goed. Dan gaan we deze nog even goed omroeren. En dan gaan we de selderij nog eventjes bij doen. En dan ga ik vast even een bordje pakken waar we dadelijk wat lekkers op kunnen leggen. Ik vind dat er nog een beetje ketchup bij mag. Zo. Bij ketchup is het trouwens ook wel leuk om even een keer, als je in de supermarkt bent, om die ketchupsoorten eens even te vergelijken met elkaar voor wat betreft het zout. Er zit echt heel veel verschil in. Dus als je daarop wil letten, dan is dat ook echt een hele goeie om eens naar te kijken. Nou, ik denk dat die zo goed is. Dan gaan we hem op het bordje scheppen. Kijk. Nasi. Waar je dus geen ellenlange lijst aan specerijen of zo voor nodig hebt. Maar wel een stuk gezonder natuurlijk dan zo'n pakje of zakje nasi.
Nou, wat ik daarbij ga doen is wat kroephoekjes natuurlijk. Ik vind dat daar wel een klein beetje sambal nog bovenop mag. Een beetje selderij dadelijk. Eerst nog even het eitje. Nou, die. Oh, daar gaat mijn sambal. Eitje erop. En dan gaat er daar nog een lekkere klodder saté bovenop. Kijk. Even kijken, die ga ik hier zo aan de zijkant. Mag nog wel een beetje. Die gaat daarheen. Dan doen we nog wat nootjes erop. Een beetje bladselderij, want dat zit er natuurlijk in. En niet te vergeten nog een beetje achar. Nou, als je nou denkt van nou, dat ging wel heel snel allemaal. Op de website kun je alle ingrediënten en het recept kun je natuurlijk helemaal nalezen. En dan heb ik voor jullie een lekker bordje nasi gemaakt van bloemkoolrijst. Met kroephoekje, een eitje en zelfgemaakte pindasaus. Smakelijk!